heb het erg tegenop gezien om dit mee te moeten maken. Huize Lidwina lag iets buiten Zenderen en was een prima plek om mensen en spullen, zoals auto's, wapens en verbindingsapparatuur, te verbergen. Daarnaast was het een uitvalspost voor sabotageacties. Er zijn diverse overvallen gepleegd op distributiekantoren. Men heeft ook verzetstrijders bevrijd uit gevangenissen. Men heeft spoorwegen opgeblazen. Dat was vooral in de laatste moment, in 1944. Maar de groep wordt verraden. En 70 jaar geleden, op 23 september, vallen de Duitsers het huis binnen. Gerrit Verbeek is op dat moment niet aanwezig. Hij maakt het van een afstand mee. En toen opeens hoorden we een knal of dat er iets gebeurde, een bom was gevallen. En toen konden we het zien van de boerderij af, dat hier de boel in de fik stond. En daar hebben dus mensen zich dus verzet. Ze zijn gaan schieten op de Duitsers. Die konden niet direct doordrukken. Daardoor zijn die andere mensen kunnen ontsnappen. Ja, en hebben we helaas 3 mensen het leven gelaten. Vader Sietse Hilbrink, zoon Koen Hilbrink en Dirk Ruiter worden in koele bloeden vermoord. De lichamen worden binnengelegd. En vervolgens wordt huize Lidwina opgeblazen. Emotioneel doet me dat. Ik ben de enige nog uit die tijd die nog leeft. Naast het monument werd vandaag ook een informatiebord onthuld. Het is de bedoeling om elk jaar het verzet vanuit huize Lidwina te herdenken.